Hey, hallo en goedemorgen. En welkom, van harte welkom als je er live bij bent. Ja, zoals jullie zien heb ik vandaag de morning setup naar binnen gehaald. Het terras is nu net droog, maar iets te nat voor een computer om buiten te zijn en ook niet echt stabiel genoeg. Dus vandaag is de morning setup binnen, maar ik hoop dat jullie desalniettemin nog een beetje van het uitzicht kunnen genieten, al is het dan achter glas. En vandaag is het thema, loslaten van woede. En met mijn groep, met wie ik het programma doe, had ik gisteren een sessie over schaduwwerk. Je schaduwen zien. Ja, nou, dat is eigenlijk van alles waardoor je getriggerd wordt. En dit thema is iets waar heel veel, nou, ik denk met name vrouwen, echt moeite mee hebben om hun woede los te laten, woede te uiten. Er zitten natuurlijk allerlei conditioneringen op dat dat niet oké is, dat je altijd moet lachen en lief zijn. Dus ik dacht, vandaag gaan we het maar eens eventjes loslaten van woede. En nou, doen het natuurlijk maar kort en bondig. Dus als je kunt, kom lekker staan. Ik had toch ook echt behoefte om te staan. Ik heb niet genoeg afstand hier dat je mijn voeten kunt zien. Wij wonen in een tiny house. Maar ik heb mijn voeten op heupbreedte staan, eigenlijk zoals gebruikelijk. En het eerste wat je mag doen is eventjes jezelf neerzetten op de aarde. Je schouders naar achter rollen. En voelen hoe je hier staat. Dat is waar we mee beginnen. Zorgen dat je stevig in de grond staat. En begin dan je ademhaling wat te verdiepen. En zucht het eventueel uit met een geluid als je in een omgeving bent waar dat kan. En als het niet kan, dan doe je het zachtjes met een zachte zucht en dan kan je ook voor jezelf, als het ware inwendig, dat geluid maken. Nou, wat we doen is de voeten iets wijder zetten. Ik ga toch even kijken of ik dat nog iets beter kan doen. Iets wijder dan heupbreedte. Je voeten ietsjes uitgedraaid, zodat je niet hoeft niet helemaal als ballet, maar dat je stevig staat en dat je knieën iets kunt buigen. En wat je dan doet, is eigenlijk met je vingers iets omhoog werken. Helemaal omhoog. En dan kom je erbij strekken. Nou, ik ben hier in mijn eentje, dus dan kom je erbij strekken. Helemaal tot hoog. En dan ga je daarna weer naar beneden met gekromde vingers, als de klauwen van een tijger. Waarbij je ook het geluid kan maken, een beetje grom. En dan kom je weer omhoog. En dat doe je een aantal keer. Nou, en ik zal zelf nu niet het geluid maken. Het geluid zal ik intern maken. Maar kom maar even in deze flow. Dus je laat het naar boven komen. Met je rug krom. En dan naar boven strekken. En voor degenen die bekend zijn met yoga, wat je ook zou kunnen doen, is een lion's breath. Dus dan steek je je tong naar buiten. Eigenlijk kijk je dan nog omhoog. Maar het meest krachtige is als je een brul kunt laten klinken. En we gaan dit een aantal keer doen. Dus krom je rug. Haal iets uit je binnenste naar boven. En laat het gaan.
En we doen het nog 3 keer na deze keer. Daar komt hij. Haal je energie die je kwijt wil. Van binnenuit naar boven. Krom je rug. Buig door je knieën. Laat het gaan en we doen het nog 1 keer. En dan kom je recht staan. In een positie die voor jou comfortabel is. Ik heb mijn voeten weer iets meer onder mijn lichaam neergezet. Niet helemaal smal, maar op heupbreedte. En voel na in je lichaam hoe het nu voelt. En de kans is aanwezig dat je lichaam nu een beweging wil gaan maken. Bij mij voel ik dat ik spanning in mijn nek graag los wil laten. Dus als je datzelfde hebt, dan doe met me mee. Maar misschien heb jij het heel anders en vind je het lekker om je even uit te rekken. Maar ik rol mijn schouders van voor naar achter en nu van achter naar voor. En mijn favoriete oefening voor de morning setup, om even heel goed los te schudden. Dus bounce je knieën als je kunt. Schud je handen af. Laat je schouders op en neer gaan. Goed shaken. Schud het van je af. Alles wat je net naar boven hebt gehaald, wat nog is blijven plakken. Laat het allemaal gaan. En dan kom je weer tot rust om na te voelen hoe het nu voelt. Blijf diep ademhalen. Om alle emoties, en ik had het over kwaadheid, maar misschien zijn er wel andere emoties die opkomen. En om het af te sluiten, ook een van mijn favoriete oefeningen, de cloud hands. Dus ik heb mijn rechterhand hier voor mijn neus. Die laat ik voor me langs gaan en mijn linkerhand gaat onderlangs. En als ik gedraaid ben, dan draai ik het om. Dan gaat mijn rechterhand naar beneden, mijn linkerhand omhoog. En draai de andere kant op. En laat je handen passeren. Je voeten blijven stilstaan en ik draai eigenlijk vanaf mijn midden, draai ik mee met mijn handen. En ik hou nu even op met kletsen, zodat je in deze flow met je ademhaling jezelf weer kunt opladen voor de dag. Vind een ritme van ademhaling wat voor jou fijn is. En voel in je lichaam wat er gebeurt. Met elke inademing kan je voorstellen dat je verse energie in je lichaam laat gaan. En oude energie weg laat stromen. En voel maar alsof je handen door water gaan. Met een lichte weerstand. En doe dat nog 2 keer aan elke kant. Dat is 1. En dat is 2. Laat je beide handen naar beneden. Nog 1 keer. Adem in. En adem uit. En dat was hem dan voor vandaag. Ah,
voel maar even na hoe het nu is in jouw energie. En ik zie hier een heel mooi verhaal. Ja. Als je wil, kun je nog iets achterlaten in de chat wat dit thema of deze oefening bij je opriep. Je kon me niet zien. Nou, op gevoel meegedaan. Ja, fijn. Kwaadheid als thema loslaten. En het lijf is wakkerder en de energie stroomt vrijer. Ja, heerlijk, heerlijk. En was maar een korte vandaag. Als je de behoefte hebt om nog iets langer in die flow te zijn van de Cloud Hands, doe dat gerust. Maar anders wens ik je een hele fijne, fijne dag vandaag. Maak er wat moois van. Vrije expressie van alles wie je bent, inclusief je woede. Namaste. Tot maandag.